Dag Johan en Teunis, een goede middag. Goedemiddag. Het is net middag. Ja. Jij bent toch wel een van de bomenkenners van de stad? Of ja, dat probeer ik dan een beetje. Ja, we hebben bomen. We kunnen eigenlijk niet zonder bomen leven. Dus ik probeer ze een beetje onder de aandacht te brengen. En dat, ja, en met de stemmen gaat dat, is dat ook te merken. Het gaat erg goed. Maar ik begrijp, ik kwam hier van de week en sprak ik eventjes. En toen zei je al van, ja, heel veel mensen spreek je erop aan. Ze hebben er wel kennis van genomen. Ja. Maar dat stemmen zelf hebben ze nog niet gedaan. Nee, nee, ze weten er allemaal wel van, maar ze vergeten een beetje te stemmen. Ja, en is dat dan, want dat is niet zo ingewikkeld toch? Want er is een link. Nee. Hoe heet die website ook weer? Dat is deboomvanhetjaar.nl. En als je daar naartoe gaat, dan kun je zo stemmen. En dan liefst op boom nummer 11, dat is deze. Ja. En dat is de Middelburgse beuk. Ja. En ik heb de afgelopen dagen zoveel berichtjes gekregen van wat hij allemaal heeft afgespeeld onder die boom. Ja, maar want inderdaad, kijk, het is natuurlijk toch een soort besloten tuin. Maar vroeger zat inderdaad hier jongerencentrum De Beuk naast. Ook. Ja, ja, ja. Dat is geen toeval. God, ja. Er zijn hele healing sessies onder geweest. Echt waar, ja? Ja. Echt waar. Liefdes zijn hier begonnen. Oh ja. Allerlei grote gesprekken hebben hier plaatsgevonden. En zijn die mensen dan ook echt genezen na die healing sessies hier zo? Nou, ze lopen nog steeds rond. Dus, oké. Okay. Ja. Ja, want ik las laatst ook eentje aan de overkant. Ja, die man die konden ze afvoeren, dus dat ging hier beter. Nee, maar die beuk heeft wel een goed, die heeft wel een goed vermogen om te genezen, denk ik. Hey, maar even los van de geschiedenis van de boom. Is het ook echt een bijzondere boom? Want hij heeft natuurlijk, ja, inderdaad, een beetje een vreemde onderkant. Ja, dat is echt bijzonder. Ja? Kijk, beuken op Walcheren is al bijzonder, want ze komen het meest voor op de zandgrond. Maar vroeger werden die in rijke steden werden die gewoon aangeplant en daar kon je mee. Ja, voor de rijkere mensen was een beuk was gewoon iets om mee te pochen. Was zijn die zo duur dan? Of zijn die zo moeilijk? Ja, nou, dat was bijzonder. Ja? En kijk, als je verderop in het land kijkt, dan zie je ook heel veel voorkomen bij de duurdere landhuizen, zeg okay. maar. En dat is hier in Middelburg ook. Dus hier is die waarschijnlijk ook om die reden aangeplant. Hey, maar daar ben ik ook nog benieuwd, want die bomenkennis van jou, want kijk, we kennen jou vooral natuurlijk van de dingen die je samen met je broer doet, hè, de mooie verhalen over de stad. Maar jij hebt ook heel lang op de begraafplaats gewerkt, toch? Ja, ja, ja. En heeft dat iets te maken met die bomen of staat dat er helemaal los van? Nou ja, daar heb ik wel een groot assortiment van bomen opgezet. En het is gewoon een liefhebberij. Maar ik heb ook in de loop der jaren, er is over bomen, is zoveel losgekomen. Bomen en mensen, dat is eigenlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ja, we weten gewoon nu steeds meer, hè, ook met het klimaat en zo, dat we zonder bomen niet kunnen. En daarom vind ik ook dat die boom meer waardering nodig heeft. En nou we het dan toch over hebben, daar ben ik toch altijd nog nieuwsgierig naar. Ja? Een van de meest besproken bomen van de afgelopen jaren, bij mijn weten, ja, is de boom op het Timpaanplein, eigenlijk gewoon in de markt. Ja, ja, en die is ja, natuurlijk toen beschadigd door een of ander onverlaat. Ja. Maar mijn vraag is nu, gaat hij dat redden of gaat hij uiteindelijk toch nog... Die heeft er staan daar twee kastanjebomen en die ene, die gezonde, zeg maar, die ziet er eigenlijk belabberder uit dan diegene die aangetast is. Een boom, weet je wat zo mooi is voor ons dan ook? Een boom, als die aangetast wordt, die zal altijd proberen om zich te herstellen. Want de boom is er voor ons en die zal alles uit de kast halen om weer te herleven. Dus het komt helemaal goed met die boom daar? Ja, er is niks meer aan de hand. Nou, dat, nee, dat is heel fijn om te horen. Ja, dat, ja, dat is een mooie afsluiting, maar we gaan nu dus stemmen op de boom van het jaar met de moeilijke boetjes. Ja hoor, en dan komt het helemaal goed. Ik zal de linker nog een keer bijzetten, komt helemaal goed. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel.